Ja, die burn-out heeft je gewoon heel erg veel geleerd wat dat betreft. Ik ben heel erg doorgegroeid. Het is heel raar om te zeggen, maar ik ben best wel blij dat dat is gebeurd. Aan de ene kant vind ik die perfectionisme heel fijn, want dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. Alleen dat maakt wel dat als jij een keer 90% geeft, because we're all human, dan ging ik echt wel met misselijkheid naar huis. Praktisch gezien, echt bewust denken van, niet denken van, oh, dit raakt je niet, dus je moet nu blijer zijn of je moet positiever zijn. Nee, ik probeer echt dingen te doen om het positiever dan te gaan voelen. Met mijn planner The Sunny Side Up help ik mensen om hun droomleven te creëren. En in deze videoserie vraag ik succesvolle vrouwen die ik bewonder hoe zij dit hebben gedaan. Ik wil graag een inkijkje in hun planning en ik ben benieuwd hoe ze naar hun doelen toe werken. Vandaag ben ik in Utrecht en ga ik langs bij actrice, presentatrice en zangeres Romy Montero. Romy is een echte alleskunner als het om het showbizvak gaat. En dat is ook niet zo gek als je moeder Antje Montero heet. Ze ontdekte op 19-jarige leeftijd dat ze best goed kon zingen. En vanaf toen ging het hard. Ze werd bekend door haar deelname aan The Voice of Holland. Brak daarna door als musicalster met de hoofdrol in The Bodyguard. Dat ze kan dansen bewees ze toen ze met haar moeder meedeed aan Dance, Dance, Dance. Ze presenteert, ze brengt platen uit en ze acteert sinds kort in goede tijden, slechte tijden. Ik zoek haar op in haar huis in Utrecht. Hallo. Hallo. Welkom. Ja, ik vind het heel leuk dat we een inkijkje in jouw mooie huis mogen. Dankjewel voor deze mooie bloemen. Alsjeblieft. Graag gedaan. Oh, wat wil je drinken? Nou, ik ben heel even onder de indruk van het uitzicht. Oh ja, mooi hè? Dat is wel ook... Iets waar ik elke dag nog een gelukje uithaal, moet ik zeggen. Dat geloof ik. Het geeft altijd wel heel veel, hè, zo'n uitzicht. Ja. Dat je hoeft niet weg. Tenminste, dat heb ik altijd. Nee, en ik woon natuurlijk in de stad in Utrecht. En dan heb je dit uitzicht, wat toch wel heel veel groen is. Nu moet het nog een beetje lente, moet nog een beetje bloemetjes aankomen. Maar, en dat geeft toch wel heel erg ook een buitengevoel. Ik ben vrijstaand opgegroeid aan de rand van het bos. Dus ik vind het heel lekker dat daar nog een beetje connectie mee is. Dat ik het stadse heb en een beetje het rustige. Nou, ik vind het echt superleuk dat we hier zijn. En ik vind het ook heel erg leuk om jou te horen over hoe je het allemaal doet. Want jij doet zo ontzettend veel, heb ik het idee tenminste. Ja. Ja, op zich wel. Kijk, het is natuurlijk coronajaar geweest. Dus dat was een rustiger jaar. Maar over het algemeen vind ik het wel heel leuk om heel veel dingen... te doen. Ja, want je zingt natuurlijk al jaren. Je kan eigenlijk ook heel goed dansen, bleek. Je was musical actrice, ster eigenlijk. En nu speel je in goede tijden sinds een paar maanden. Ja, dat is een hele bijzondere ontwikkeling wel geweest. Eigenlijk sowieso, het zingen was ook een soort van, niet per ongeluk, maar ik heb dat nooit geambieerd. Ik wist ook helemaal niet dat ik goed kon zingen, want ik vond het allemaal heel spannend en heel eng. En toen pas later, op mijn 19e, 20e, toen ben ik het gaan proberen. En toen ben ik er gelijk in gerold. The Voice en The Bodyguard. Dus ik holde voor mijn gevoel nog best wel een beetje achter mezelf en mijn kunnen aan. En nu ook in één keer weer acteren. Dat is heel gek, maar dat gaat wel weer in lijn van dingen die ik ontdek in mezelf, die ik leuk vind en ook blijkbaar kan. Ja. En bij The Bodyguard vroegen ze, jij zou het vast ook al kennen, in elk interview vragen ze altijd, waar zie je jezelf staan over 5 jaar? Die vraag krijg je continu. En toen heb ik dus een keer gezegd, want acteren leer je natuurlijk een beetje, ook in musical, is wel heel anders, het is heel groot. Ja, heel anders. Totaal anders dan GTST. Toen zei ik, het lijkt me heel leuk om een keer te acteren in goede tijden, slechte tijden. En nu is het dus blijkbaar, daar attendeerde RTL Boulevard mij op, want die had dat interview toen gegeven met mij, dat het precies 5 jaar op 1 maand verschil is dat ik in GTST ging spelen. Dat meen je niet. Ja. Ja. Wauw, dat is toch bijzonder? Heel bijzonder. Een soort onbewust, misschien gemanifesteerd of zo. Ja, je had het kennelijk wel, want dat was wel iets wat je... Dus was in die zin echt wel een bewuste keuze, niet iets wat... Nee, dat was niet zo van, dat leek me wel echt heel erg leuk. En sindsdien zijn er wel nog ook opties geweest om in films te spelen. Het ging elke keer om wat voor reden dan ook niet door. Maar ik denk dat dat zo had moeten zijn dat ik nu in GTST... Dit hier, precies 5 jaar later, ook in coronatijd. Want nu heb ik alle tijd gehad om dat te kunnen ontwikkelen. Om spellessen te nemen en dat soort dingen. Ja, het liep gewoon zo. Dus dat was heel erg leuk. 5 jaar geleden vond je dit al heel erg leuk. Maar alleen maar eraan denken is natuurlijk niet genoeg. Heb je iets gedaan om ervoor te zorgen dat het dan... Dat mensen weten dat je ook wil acteren, dat je kan acteren? Nee, goede tijd slecht. Ik kwam wel redelijk op mijn pad. Ze waren heel erg bezig met een restyling en andere soort mensen casten en zo.
En blijkbaar was ik dan top of mind. En toen was er een kassiebureau die mij een berichtje stuurde. Zou je dat leuk vinden? Vorig jaar in de coronatijd. En dacht ik, ja, dat lijkt me te gek. Alleen toen duurde het proces van auditeren met Zoom. Het is echt afschuwelijk als je dan moet gaan. Echt? Ja, ja, afschuwelijk. Want dat was toen nog dat we echt een heftige lockdown zaten. Moet je tegenspel geven tegen een computer? Ja. En zelfs ook bijvoorbeeld dingen laten vallen, terwijl die ander dan daar weer op moet reageren. Dat is heel gek. Ja, dus nee, afschuwelijk. Maar goed, dat duurde een paar keer en dat duurde best wel lang. Ik moest een paar keer auditie doen, maar het duurde lang vanwege ook corona. En toen was GTST weer in één keer weer helemaal dicht. En dus ze hadden zeg maar bigger things to worry about. En dat was allemaal in de zomer. En ik heb pas de rol gekregen in oktober of zo. En ik zei elke keer, jongens, als ik de rol krijg, dan ga ik acteerlessen volgen. En dan, weet je wel, wil ik er alles aan doen. Ja, goed, good to know. Dus ik dacht, nou, dan op een gegeven moment hoor ik dat ik de rol krijg. En dan ga ik volgend jaar een keer ergens met, dan heb ik nog lekker lang de tijd. En toen was het, je krijgt de rol en over 2 weken ga je draaien. Oh god, wat heftig. Want het is toch heel anders acteren dan in een musical? Totaal anders. Want een musical moet de achterste rij kunnen zien, snappen, voelen wat jouw emotie is. Dus ja. Jij moet groot zijn. En bij GTST is zelfs de kleinste oogtwitch is too much. Ja. Dus dat is compleet anders. En dat moet je dan even binnen 2 weken kunnen? Ja. En hoe was dat dan voor jou? Ja, doodeng, maar ook wel weer, ik heb dat dus nodig. Ik heb dus blijkbaar, en dat gebeurt ook zo in mijn leven, want ook de bodyguards, ik had nog nooit spelles geacteerd, nog nooit gedanst en nog nooit echt, zeg maar, avonden gezongen. Ik had alleen de voice gedaan waarin je 1 liedje zingt elke week. En ook met presenteren, mijn allereerste presenteerklus was Mijn Vader is de Beste. En dat zullen jouw kindjes misschien wel kennen. Wordt namelijk heel leuk kinderprogramma. Echt een heel leuk kinderprogramma. En ook daar was het zo van, ja, dat moet op zender. We hebben over 3 weken ga je het doen. En toen heb ik met een presentatiecoach daar heel hard aan gewerkt. Dus op een of andere manier loopt het altijd zo in mijn leven, in mijn pad, dat het op het laatste moment komt en dat ik een sprintje moet nemen. Maar dat past ook wel goed bij mijn karakter, omdat ik kan goed presteren onder druk. Is je leven erg veranderd nu je in goede tijden speelt? Nou ja, mijn leven is heel erg veranderd sinds corona. Dat is natuurlijk voor artiesten heel anders geweest. En dat GTST op een pad kwam, gaf weer dat ik naar werk kon gaan. Ja. Dus dat voelde wel weer heel vertrouwd, als je ergens naartoe kan gaan. Maar het is natuurlijk wel een totaal ander werk. Het zijn dagen dat ik soms om 7 uur moet beginnen. Nou, dat is als artiest wel anders, hoor. Dat is, dan begin je 7 uur 's avonds. Ja. Moet je op set zijn. En, je moet ineens heel goed kunnen plannen. Heel goed plannen, ja, ja. Maar ja, nou moet ik zeggen dat het bij Goede Tijd Slechte Tijd weer anders is. Want ze hebben elke week een ander rooster. En dat hoor je altijd de week ervoor. Dus dat is wel soms een beetje, je kan niet ver van tevoren plannen. En daar hou ik wel van. Oh ja, maar vind je dat niet heftig dan? Dat iemand anders eigenlijk jouw planning bepaalt? Ja. Ja, maar er zijn heel veel dingen die ik heel heftig vind aan het vak. Oh ja, zelf? Ja, ja, nou niet aan acteren per se, maar gewoon überhaupt het artiest business. Zijn, ja. Druk, toch afwijzing, onzekerheid. Ja, die afwijzing, dat is toch wel iets, dat ik heb dat ook meegemaakt als acteur. En jij zal dat nog veel vaker hebben meegemaakt. Ja. Dat je zo vaak elke keer jezelf weer bij elkaar moet rapen. Ja. Je gaat voor een droomrol, ja. En dan krijg je weer een nee. Ja. Volgens mij doe je wel 100 audities voordat je een keer een ja hebt. Of audities, zo. Maar ook optredens, ja. Boekingen, opties, samenwerkingen. Grote projecten, zoals een musical of iets dergelijks. Er komen heel veel dingen op je af. Ik zeg altijd, van de 20 dingen gaan er 2 dingen door. En dan moet je die andere 18 moet je dan verwerken. Want je vindt wel allemaal, er komen allemaal leuke dingen. Het vak is natuurlijk leuk. Dus ja. Dat vond ik in het begin wel moeilijk en ook lastig. Dat vond ik heel moeilijk en lastig. Maar nu probeer ik elke keer als er iets binnenkomt, of ik mag ergens auditie voor doen, dan probeer ik dankbaar te zijn voor die opportunity. Dat mensen aan me denken, of dat ik mag langskomen, dat ik daar blijkbaar goed genoeg voor ben. En that's it. En dan pas als de handtekening eronder staat, word ik echt blij van, oh ja, dit ga ik doen. Want anders, ja, dan word je zoveel teleurgesteld. Dan is het vaker niet leuk dan wel leuk. Want er gaan natuurlijk veel meer dingen niet door dan wel door. Zeker in mijn vak. En zeker ook omdat ik en acteer en presenteer en zing. Als ik jou zo hoor, dan hoor ik toch ook wel een klein beetje een perfectionist, volgens mij. Want je doet heel veel dingen op het laatst, maar je wilt volgens mij ook allemaal wel heel goed doen. Inderdaad, het is een beetje een gekke combinatie. Want ik ben en een perfectionist, dus dan hoort het erbij eigenlijk. En daar hou ik ook van dat je 3 weken van tevoren gaat plannen en zegt, nou, dan ga ik dan dat doen en dat doen. En dat doe ik ook wel op bepaalde dingen. Maar tegelijkertijd ben ik ook een chaot en hou ik ervan om dingen op het laatste moment te doen. Misschien omdat ik die uitdaging toch ook wel nodig heb, of zo.
is een beetje gek, hè? Het zit je niet in de weg, het perfectionisme in ieder geval. Het zit me wel in de weg op met mijn werk met presteren. Dus ik vind bijvoorbeeld, ik kan absoluut niet naar mezelf luisteren. Nee. Ik krijg helemaal, als jij nu mijn liedje opzet, loop ik weg. Is dit het einde of het begin? Want dat kan ik vind het niet erg, maar ik kan het gewoon niet aan. Dus ik ga weg. Dat is echt heel erg. En soms moet ik het doen om ervan te leren. Maar ik vind dat heel erg moeilijk, omdat ik altijd alleen maar de negatieve dingen zag of zie. En wat vind je dan negatief aan jezelf? Je komt op mij zo heel relaxed over. Ik ben gewoon mezelf. Maar het kan zijn dat ik, als ik dit nu straks terugzie, dat ik denk, Jezus, mens, doe die handen eens wat meer naar beneden. Of wat kijk je veel weg. Of voor nu weet ik het niet zo goed. Maar met mijn werk zijn er natuurlijk gewoon bepaalde criteria, ook met zingen, waarin het gewoon voor mij nooit goed genoeg kan. En aan de ene kant vind ik die perfectionisme heel fijn, want dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. Dat maakt dat ik de bodyguard kon doen en dat het een succes is geweest. Omdat ik elke avond dacht, 110%, nooit minder. Dat verdient het publiek, dat kan ik geven. Dus ik moet er ook alles voor doen om dat te kunnen geven. Dus ik liet er ook alles voor. Alleen dat maakt wel dat als jij een keer 90% geeft, because we're all human, dan ging ik echt wel met misselijkheid naar huis. Daar heb ik nu wat meer balans in gevonden. En dat heeft wel even geduurd. Ook omdat ik door het vak overal perfectionistisch wilde zijn. Maar ik wil ook heel veel dingen doen. Dat kan dus niet. Je kan dus niet perfect zijn overal. Wat heeft er dan voor gezorgd dat je daar nu beter mee om kan gaan? Een hele flinke burn-out. Ja, dat kan ik nu lachend zeggen. Dat was toen natuurlijk helemaal niet zo. Maar zoveel ballen in de lucht willen houden, perfectionistisch gezien, en ook werd gewoon heel veel verwacht. En ik had ook, moet ik eerlijk zeggen, ik was 22 toen ik de bodyguard ging doen en daarna is het heel snel gerold en ik had niet het juiste team om me heen. En dat is ook heel belangrijk in het vak, dat je een goede manager hebt en gewoon goede collega's om je heen. Die ook echt voor je zorgen en ook aanvoelen dat jij een beetje snibbig waarschijnlijk begint te worden. Waarom komt dat? Ja, precies. En ook de juiste collega's weten, want daar vergis je ook nog wel eens in dit vak. Hè? Dat je, iedereen is natuurlijk heel theatraal en heel warm en lief, maar dat is ook om, dat wereldje ook gewoon heel erg nep. Ja. Dus en daar kan je heel hard van vallen en dat heb ik absoluut gedaan. Gewoon heel erg teleurgesteld worden in mensen. En als je dat allemaal krijgt en ondertussen moet presteren en niet luisteren naar jezelf en naar je lichaam en naar je gevoel en ondertussen ook nog volwassen aan het worden bent, want van 22 tot 28, dat is toch wel ook wel dat je heel erg vormt als mens. En je hebt daar allemaal geen tijd voor, dan ga je heel hard vallen. En dat is gebeurd. Ja, en daar ben ik nu heel blij om dat is gebeurd, omdat ik daar heel veel van heb geleerd en nu veel lekkerder in mijn vel zit, maar ook mezelf veel beter ken en weet waar ik heen wil gaan, weet wat mijn bedreigingen zijn, zeg maar, wat mijn zwaktes zijn. Het perfectionisme kan mij soms zo vastklingen dat ook tijdens het proces ik niet meer opensta voor het genieten van mijn vak. Maar het is zonde, want dan ga je eraan voorbij het mooie vak wat ik mag doen en wat er allemaal waarom je het doet. Daar ga je dan aan voorbij. Als je alleen maar aan het letterlijk aan het performen bent. Snap je of ik snap wat je bedoelt, ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw letterlijke agenda. Dus ik vind het heel leuk om daar ook een kijkje in te krijgen. Zo. Want jij bent ook best wel heel erg bezig met het plannen van eten, sporten en een gezonde lifestyle, toch? Ja, dat probeer ik wel heel erg te doen. Sowieso is het belangrijk, denk ik, voor mijn vak om er goed uit te zien. En dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar vooral fit te zijn en je goed te voelen. En mijn perfectionistische ik dat ik ben, wil ik ook dat ik op het podium sta en alle pasjes makkelijk moet kunnen doen voor een choreograaf bijvoorbeeld. En ik vind het ook prettig dat als mijn stylist kleding haalt, dat ik die sample maatjes dan pas. Dat het gewoon wat makkelijker allemaal gaat, het proces. Maar vooral het fit zijn en me fit voelen en er een soort van focus hebben. En ik merkte dat met voeding, daar kun je best wel wat uithalen. Bijvoorbeeld tijden en de juiste voeding eten. Dus dat probeer ik nu te doen. En ik heb het een beetje losgelaten het afgelopen jaar. Dus ik was een paar keer 8 kilo aangekomen. En ik dacht, nee, dit is ook niet goed. Gezondheid is super belangrijk. Het is de basis van alles. Je kan nog zoveel mindfulness doen. Maar als jij ongezond bent, dan word je moe. Of dan heb je allemaal andere klachten waar je er niet uit gaat mediteren, om zo maar te zeggen. Dus het moet allemaal in balans zijn. En daar probeer ik me wel goed te focussen. Sport is iets wat ik nog een beetje, dat kan ik nog wel opkrikken. Want ik vind het gewoon afschuwelijk. Maar juiste voeding en juiste vitaminesupplementen. Ik heb niet zo heel lang geleden een ortomoleculaire test gedaan. En dat is heel interessant, dat raad ik echt iedereen aan om te kijken naar, wat zijn dan de waarden in mijn bloed en waar kan ik mijn lichaam nog ondersteunen? Want ik verwacht allemaal dingen van mijn lichaam, ik vind dat ik dat een beetje moet helpen.
Ja. Ja, dus ja, dat probeer ik nu echt wel bewust te doen. Ik probeer zelfs echt in te plannen wanneer ik... Want je ziel moet ook gelukkig zijn. Zeker. En mijn ziel wordt heel gelukkig van McDonald's. Mijn buik niet, maar mijn ziel wel. Dus je plant dat in? Ja. Echt? Ja. Oké, laat even zien. Ja, 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 ja. Dus bijvoorbeeld volgende week zaterdag dan is het cheat day. Ja. En dan ga ik echt vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gaan inplannen. Ja. Ja. Gewoon de hele dag bunkeren en schransen. Want de rest van de tijd, hoe ziet dat er dan uit? Dat zijn allemaal goede sapjes en... Hoe ziet jouw dieet? Dieet, ja, dieet mijn noem ik het maar. Lifestyle. Wat eet jij zoal? Nou, eigenlijk probeer ik gewoon te eten waar mijn lichaam wat aan heeft. En het maakt dan niet zo specifiek uit wat ik dan eet. Maar als maar die voedingsstoffen erin zitten wat goed zijn, zeg maar. Dus ik probeer vlees te eten. Want ik heb van mijn nature een extreem laag ijzer. Ik heb er nu prikken voor bij de arts. Dus ik mag geen vegetarisch dieet volgen. Omdat mijn lichaam uit zichzelf ijzer heel moeilijk opneemt. En vanuit natuurlijke producten, vanuit groen, moet het lichaam nog harder werken. Dat kan dus niet. Dus ik probeer vlees te eten. Uiteraard wel biologisch. En veel vis en kip. Groentes, fruit, elke dag zoveel mogelijk. En ik vind het ook allemaal heel lekker. Maar lukt dat dan ook? Want we weten allemaal dat we veel groenten moeten eten. Maar ja, ik sta aan het einde van de dag weer, goh, wat heb ik gegeten? En mijn wens is om veel groenten te eten, dus ik haal het in met sapjes. Oh ja. Maar ik heb heel vaak gewoon in de ochtend en in de middag 2 boterhammen pindakaas op. Oh ja, dat vind ik wel het lekkerst hoor. Dat vind ik ook, maar dat is natuurlijk niet heel erg voedzaam. Nee. Dus hoe doe jij dat dan als je een drukke dag op de set hebt of zo? Nou ja, dat is een goede dat je het aanhoudt, want op de set is iets juist heel makkelijk voor mij. Want slecht eet, als ik niet makkelijk verteerbare koolhydraten eet, pasta eet in mijn lunch, dan heb ik daar best wel last van. Dus dan de hele dag voel ik me moe, opgeblazen gevoel, moet ik nog performen. Dat is natuurlijk bij mijn werk. Het is direct zichtbaar als jij niet zo goed... Als ik een week lang McDonald's ga eten, krijg ik allemaal pikkeltjes in mijn gezicht. Dat is niet zo heel erg, alleen ik vind het vervelend als ik dan een shoot heb, denk ik, hé, gadver, daar had ik wat aan kunnen doen. Dus ik probeer, zeker op de dagen dat ik werk, gezond en gebalanceerd te eten. Voeding te eten waar ik energie van krijg. Maar op slechte dagen ga ik ook helemaal los. Maar Jan Min is mijn favoriete winkel. Dus als ik nu in jouw voorraadkast even... Mag ik daar even in kijken? In mijn voorraadkast is zo grappig. Want wat ik dus belangrijk vind is food preppen. Als je dat dus niet doet en je hebt een drukke dag, dan ben je de lul. Als je lang in de file staat en je moet eten, dan ga je dus naar de pompen snaaien. Mm-hmm. Dus, en ik hou zo van een lekker sausijsje onderweg. Zo'n naar sausijsje bij de benzinepomp. Heerlijk. Dus om dat te voorkomen, ga ik dus dan, weet ik, van zondagavond denken, oké, wat ga ik maandagavond koken? Dan ga ik denk dat de volgende dag mee als lunch. En om dat goed allemaal te kunnen doen, heb ik een soort van, ja, mijn vriend noemde het to-go winkeltje in de voorraadkast. Heb ik allemaal bakjes en zo bij de macro gehaald, zodat ik dat dan allemaal kan preppen. En allemaal in één ruk mee kan nemen. Weet je het zien? Ja. Oké, kom. Ja, hier gaat het dus om. Dit is een beetje een rommelhok, dus hier vooral niet te veel op focussen, maar hier gaat het om. Hier zijn dan die bakjes, daar leg ik dan lekker eten in, of meer een wokgerechtje. Ik heb het allemaal. En dan pak ik hier zo'n zakje en dan ben ik ready to go. En waar ligt dat snoep dan? Ah, ja. Oh ja, nee, ik zie het. Jij bent wel een snoeperd. Ik ben een enorme snoeperd. Kijk, allemaal chocola en hier... Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik vind, het moet een goede balans zijn, hè? Je ziel moet ook gelukkig zijn. Het moet allemaal in balans zijn. Het is 70% heel gezond en 30% heel slecht. Want ik kan het niet half-half. Ik kan niet zeggen, ook neem 1 koekje. Of ik neem 1 schaaltje chips. Ik vind die mensen heel eng ook, die dat kunnen. Als je kan beperken tot gewoon 1 schaaltje chips. Nee, dat kan toch niet. Dat kan. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik vind het hilarisch. Ja. Ik zit echt zo heel hard na te denken. Wat doe ik? En dat doen jullie nu ook die kijken. Van wat doe ik dan? Ja, ik kan wel 1 koekje nemen. Eigenlijk heb je gewoon ben je veel mindfuller gaan leven. Ja. Ja. Is dat vanzelf gekomen of heb je daar hulp bij gehad? Nou, dat is gekomen door die burn-out. Ben ik hulp gaan zoeken op heel veel manieren. Dus bij dokter, maar ook dus alternatieve, spirituele dingen. Mensen eigenlijk. Ik heb een vaste vrouw waar ik 1 keer in zoveel tijd naartoe ga. En wat doet die vrouw dan? Ik heb ook allemaal van dat soort vrouwen. Ah, dat vind ik altijd heel interessant. Ja, zij heet Anneke. En zij heeft toevallig heel veel collega's. Ze praten er niet over. Maar ik zie haar wel eens op andere events. En ik denk, waarom ben jij hier? En ze zei, ik ben hier om iemand te ondersteunen. Want doet ze ook wel eens bij mij. Dan komt ze gewoon mee en dat is heel fijn. Zij gaat bij mij een gesprek over waar ik ben in het leven. Zij voelt daar natuurlijk van alles bij. En gaat gewoon een gesprek met mij aan. En door de dingen die zij zegt, op een of andere manier zet dat iets positiefs in werking in mij. Waardoor ik altijd wegga en denk, ja,
ik heb het weer, ik zit weer op het rechte pad. Dus zo noem ik het eigenlijk. Even weer een tikje op het rechte pad krijgen. Dat vind ik heerlijk in combinatie met zo'n human design reading, zo'n once in a while. En online vind je ook best wel heel veel dingen. Jouw planner is daar één van. Ja, ja, serieus. Ik zag weer allemaal dingetjes, haakjes in de planner dat ik dacht, ja, dit is het weer. Doelen. Want dat is ook bij mindfulness, is groeien en werken aan jezelf en werken aan je levensstijl en werken aan je werk. En het is allemaal gewoon met elkaar te maken. En ik dacht dat ik wel redelijk goed op weg was, maar ik zag bijvoorbeeld weer bij jou ook zo'n heel mooi rondje met allemaal liefde, relatie. Ja, oh ja, dat is heel handig. Die ga ik invullen. Ja, het is heel praktisch natuurlijk. Ja, het is zo... Ja, oh, The Wheel of Life, ja. Ja, dit is dus die Wheel of Life. Nou ben ik wel benieuwd, als je kijkt naar al deze thema's, hè, deze levensthema's. Op welk gebied in jouw leven, want als ik naar jou kijk en jou hoor, denk ik, wauw, je hebt het allemaal, het gaat supergoed. Maar er is altijd wel een gebied in je leven waarop je wil groeien. Ja. Wat is dat voor jou? Ik denk tijd. Ik zou graag willen werken, maar misschien valt dat wel onder persoonlijke groei, dat kan ook. Ik zou graag willen werken dat ik wat minder tijdsdruk voel. Niet per dag, alleen qua over nu en 5 jaar. Ik voel een soort gehaastheid op lange termijn of zo. En daarin zou ik wel... Ik heb nu de laatste tijd wat minder... Daar had ik heel erg de druk om zwanger te moeten worden. Om moeder te moeten worden. En dat kwam vooral vanuit buitenaf. Die heb ik nu getackled. Dus die tijd heb ik mezelf gegund en gegeven. Hoe heb je dat getackled dan? Nou, het is misschien een beetje een stom antwoord, maar... Eigenlijk door social media. Kim Veenstra bijvoorbeeld, die voor het eerst een kindje krijgt op de 34ste, ziet er helemaal oké en normaal uit of zo. Zij hoort op de 34ste haar kindje nu te krijgen. En door heel veel andere moeders die daarover delen van, ja, ik ben 32, ik heb nog geen man, ik ben niet getrouwd en I'm totally happy. Door meer dat soort berichten te zien en te lezen, denk ik, ja, ik ben niet de enige. Ja, je kan dat toch ook allemaal niet plannen eigenlijk? Je kan het sowieso niet plannen, nee. Maar het... Voor mij, ik wilde het ook niet. Ik wil het nu ook niet meer. Dus los van dat ik het niet kan plannen, vind ik het helemaal lekker waar ik nu ben. Alleen mijn hoofd moest daar nog een beetje achteraan hollen. Van, maar je hoort nu eigenlijk al... Ja, ja, als je je hele leven dat beeld hebt gehad van ik word heel jong moeder. Hè, want jouw moeder was ook heel jong tussen jou 23. Twee. Mijn moeder die heeft mij ook heel jong gekregen. Dat vond ze geweldig. Heb ik mijn hele leven gehoord. Dat is ook echt mijn overtuiging. Van, het is leuk om jong kinderen te krijgen. Mij is dat uiteindelijk niet meer gelukt. Ik was 32 toen ik de eerste kreeg. Dat vind ik zelf nog steeds heel jong. Ik voel me ook nog steeds heel jong. Maar dat is toch iets wat je op jezelf plakt zonder dat je door hebt. En jij hebt dat nu, die overtuiging, losgelaten. Ja. Ja, ik heb ook echt een paar keer tegen mijn moeder. Mijn moeder zegt natuurlijk dat het heel leuk is. Maar mijn moeder zegt vooral dat ze het heel graag wil voor zichzelf. Ze wil heel graag oma worden. Ja, echt die druk, joh. Hey. Ja, maar ik wil zo graag. Ik wil zo graag. Ik vind het zo gezellig. En ik heb nu echt een paar keer gezegd, mam, je moet... echt nog 5 jaar wachten. Ik heb maar gewoon gelijk een fair labeltje erop geplakt. Want dan is die verwachting ook wat minder weg. Die druk voor haar. En met society, ik heb het losgelaten. Ik wil vooral gewoon gelukkig zijn. En op dit moment is dat zo. Met mijn vriend. En lekker reizen en werken en al dat soort dingetjes. Ik begin met jou vandaag. Je begint om 11 uur altijd je dag? Nee. Oh nee, nee, nee. Ik begin om 7 uur mijn dag. En hoe begin je dan? Dan word ik wakker. En dan ga ik sinds kort, wat ik heel lekker vind, is ik zag een plaatje. Het is een soort van de regel van 8, geloof ik, even uit mijn hoofd. Voor 1 uur sporten per dag, 2 liter water, 3 koppen thee, geloof ik. Nou ja, allemaal van die handige regeltjes, waardoor je een wat gezonder en gebalanceerder leven krijgt. En dat probeer ik nu sinds een weekje of zo echt trouw te doen. En elke ochtend sta ik dus op met 6 motivational songs. Doe ik mijn oortjes in. Heerlijk, zoals de zon opkomt. Niemand is nog wakker. Dat vind ik gewoon een heel lekker gevoel. Wat voor muziek luister je dan, die motivational songs? Ja, dat gaat echt van Queen tot aan Britney Spears. Oké, precies. Echt van jouw muziek wat je aanzet. Echt lekker, gewoon wat ik. En dan maak ik een lijstje en dan doe ik dat 6. En ik probeer 2 liter water te drinken voor 12 uur. Kijk, daar is mijn planner dan weer handig voor. Dat kan je leuk aanvinken. Oh, echt? Ja. Oh, wat grappig. Weet je, ik doe jezelf dit belonen. Ja. Dopamine shotjes halen, dat is natuurlijk afvinken eigenlijk. Hè? Dan krijg je een beloning. Er zit zelfs in mijn planner 1 videootje waarbij ik laat zien wat mijn ochtendritueel is. Ook meestal leuk. Dit. Ja, ik vind dat heerlijk om gewoon eventjes die energie of zo aan te zetten. Ja, en bewust zijn. Oké, ik ga wat maken van de dag of zo. Even bewust zijn van, ik ga hier wat van maken. En dan gebeurt het natuurlijk heel vaak dat in de ochtend ook weer dat ik een telefoontje krijg. Ik denk, gadverdamme, hele dag verpest. Maar op een of andere manier, sinds ik die wat bewuster start,
kan ik dat veel beter handelen. Ja, ben jij van nature positief of negatief? Negatief. Maar ik kies er nu bewust voor om positiever met dingen om te gaan. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld, ik start de dag heerlijk. En ik ga de deur uit en ik ben op tijd weg vertrokken en ik kom in een file terecht. En dan kom ik te laat. Dat vind ik vervelend. Dat vind ik helemaal kut. Dan denk ik, hey, gadverdamme, de dag begint. Of ik denk, dat laat ik heel even toe, want dat is natuurlijk wat het is. Het is ook vervelend, erken het ook gewoon. En dan denk ik, oké, ik heb afgebeld, ik heb gezegd dat ik later kom. 15 minuten later, ik ga 15 minuten dan lekker muziek luisteren. Of ik ga positieve dingen, ik ga het proberen positief in te vullen. Praktisch gezien, echt bewust denken van, niet denken van, oh, dit raakt je niet, dus je moet nu blijer zijn of je moet positiever zijn. Nee, ik probeer echt dingen te doen om het positiever dan te gaan voelen. Ook als iets niet doorgaat, dan toch daarvan balen. Maar dan denken, maar het is wel fijn dat ze aan me hebben gedacht. Ik kan echt oprecht zeggen dat ik elke dag gelukkig ben nu. Wat goed, hè? Ja. Het is soms ook heerlijk als je gewoon niet je dag hebt om dan jezelf dat helemaal toe te staan om gewoon een baaldag in te nemen. Precies. En dan, dan mag je balen. Ja, precies. En dan zeg je, yes, ik mag lekker balen. Ja. En dan zul je merken dat, grappig genoeg, de dag halverwege alweer. Ja. En dat doe ik ook gewoon echt zo. Ja, die burn-out heeft je gewoon heel erg veel geleerd wat dat betreft. Daar ben je heel erg door gegroeid. Het is heel raar om te zeggen, maar ik ben best wel blij dat dat is gebeurd op zo'n jonge leeftijd, zeg maar. Als je zo jong bent al in een burn-out te zitten. Ik denk dat het wel iets is wat je altijd bij je draagt. Maar je ook altijd een beetje, dat is een soort donkere wolken, dat je er bang voor bent, dat je het altijd een beetje voelt. Maar in mijn geval vind ik dat ook wel fijn, want dat dwingt me om continu te denken, zorg voor jezelf. Want anders gebeurt dat weer. Weet je nog dat daar? Mooi, ja. Ik vind het echt heel erg leuk om jou zo te horen praten. Je bent super enthousiast. Maar ik heb ook wel het gevoel, je hebt ook gewoon heel veel geluk, toch? Met al die dingen, al die rollen. Je werkt heel hard, hè? Ik zeg niet dat het door geluk komt. Je werkt loeihard, dat is ook duidelijk. Zijn er dingen, heb jij zoiets als doelen of een volgende stap waar je een soort van een plan voor maakt? Of dat je denkt van, nou, ik wil bijvoorbeeld nog eens een nummer 1 hit scoren en daar ga ik naartoe werken. Is het stom om te zeggen dat ik best wel een lekkere workflow zit? Dat ik best wel blij ben met de dingen die nu ik ben nu heel druk met GTST, maar ook met een nieuwe single bezig. Ik ga vandaag weer hierna naar de studio. Wat gewoon lekker genieten dus. Eigenlijk is dat het. Je hoeft ook niet altijd bezig te zijn met de volgende stap. Ja. Het is ook heel lekker om nu heel erg te beseffen van, wauw, wat gaat het lekker. Ja. En wat voor gelukjes heb ik dat GTST net op in coronatijd. En natuurlijk moet je het nog maar doen, maar dat is absoluut waar. Daar ben ik me ook heel erg van bewust, dat je soms zit je in een juiste flow en een juiste energiedrijf. Verder zou ik op privégebied, vind ik het heel leuk om zo met ontwikkeling bezig te zijn. En samenwonen misschien? Ja, dat willen we heel graag op korte termijn in Amsterdam doen. We willen eigenlijk dit jaar 2 jaartjes naar Amsterdam verhuizen. 2 jaar? 2 jaar. Hoezo maar 2 jaar? Ja, omdat ik denk dat we na 2 jaar wel toe zijn aan samenwonen op huisje, boompje, beestje gebied. Misschien nog helemaal niet om ouder te worden, maar wel het grote mensenhuis te kopen, om zo maar te zeggen. En maar eerst nog even spelen in de stad. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Nou, Romy, dank je wel dat je ons een inzichtje hebt gegeven in jouw leven en jouw komende doelen. Leuk dat jullie er waren. Het was een supergezellig gesprek. Volgens mij kunnen we echt nog uren doorpraten. Ik denk het ook. Ja.